dubbele gronduitgiften die zijn gedaan in de 6 gebieden die beschikbaar waren gesteld voor het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, zullen rechtgetrokken worden. Landbouwminister Pralaat Seudin zei eerder deze week aan journalisten dat het aan zijn collega van grondbeleid en bosbeheer ligt om te weten hoe hij de personen die hetzelfde grond hebben gekregen gaat compenseren. Vorige week heeft u gehoord, heeft de president gehoord tijdens de persconferentie, waarbij hij heeft aangegeven dat die 6 gebieden die ter beschikking waren gesteld van LVV, er zijn wat dubbele uitgiftes daar en gelukkig niet zoveel. Die worden allemaal rechtgetrokken. Wat van LVV was, blijft van LVV. En dan moet mijn collega van GBB kijken van hoe die mensen die dan nu die dubbele uitgifte hadden gehad, hoe die elders gefaciliteerd kunnen worden. We zien compensatie met een ander stuk terrein. Volgens Seudin staan veel terreinen die het ministerie zelf toebehoren geregistreerd als vrij domein. Hij zegt dat nu haast wordt gemaakt om die percelen te voorzien van een perceel-ID.